send you some healthy snacks. Sustainability. Oh yeah, thank you. Jij hebt vanochtend een lecture gevolgd van de Sustainability Week. Hoe was dat? Ik vond het erg interessant. Ik heb wel wat nieuwe inzichten gekregen. Het ging over ecocide bijvoorbeeld. Over hoe eigenlijk de huidige generatie het moeilijk maakt voor de toekomstige generatie om, ja, nog wat, om duurzaamheid echt nog goed op de kaart te zetten. Het is Sustainability Week, ofwel de Week van de Duurzaamheid bij de universiteit. Een week lang is er aandacht voor het onderwerp, geïnitieerd door studenten zelf. Op elke faculteit door middel van lezingen of activiteiten. Maar niet alleen in het hoger onderwijs proberen de studenten de boodschap van dit initiatief over te brengen. We doen ook een tekenwedstrijd voor kinderen in de lagere school. Dus de internationale school doet daaraan mee. En zij kunnen dan hun sustainable of hun duurzame wereld inbeelden voor de toekomst. En zij kunnen dan ook weer een prijs winnen van een van deze sustainable initiatieven. Dus zo hopen we toch verschillende mensen aan te tonen dat klimaatverandering er is, belangrijk is, maar dat het ook niet alleen iets kan zijn waar dat u angst geeft of stress. En wat betreft activiteiten op de universiteit lijkt één onderwerp het beste aan te slaan bij de studenten. We hebben toch al een aantal mensen gezien. De panel om food was heel populair. Dus de mensen zijn blijkbaar heel geïnteresseerd in sustainable food en wat ze daarmee kunnen doen. Hey, you want some healthy snack? Sure, yes. Thank you. Thank you. Have you heard about the sustainability week that's going on? Yeah. En smaakt dat nu anders, zo'n duurzaam eten? Nou ja, ik bedoel, je hebt maar één leven en ongezond door het leven gaan is echt niet goed. En ik bedoel, ook deze hele wereld gaat langs naar de knoppen. En meestal is het wel duidelijk dat het ongezonde eten ook direct linker wordt aan de grootste belasting op deze wereld. Dus ook door gezonder te eten, maar dat groente beschadigt ook de wereld veel minder.